Hier ontmoeten jong en oud uit de hele omgeving Assen voor één doel. Het overwinnen van 30 obstakels op een lengte van minimaal 4 kilometer. Al 3 jaar vindt de hel in Bovensmulde plaats. Het wordt georganiseerd door Jeugdwerk, onderdeel van de vrijwilligersorganisatie Wij zijn Bovensmulde, onder de leiding van Jorn Hoorndijk en Arjen Warner. Het eerste jaar was een groot succes, aangezien het binnen 4 weken werd opgezet. Er waren 50 deelnemers en evenveel vrijwilligers. Het was als eenmalig evenement bedoeld. Echter was het jaar daarop meer vraag naar Mudrun. Volgend jaar weer? Ja. Volgend jaar weer, zeker. Toen gingen de getallen al snel stijgen, naar ruim 200 deelnemers. Dit jaar werd er van tevoren een limiet gezet op het aantal deelnemers. Dit werd al vrij snel bereikt en er werd toen besloten om nog 40 personen extra deel te laten nemen. De organisatie is dus erg blij met deze vooruitgang. Op de dag voor het evenement was iedereen druk bezig met het opbouwen van de 30 hindernissen. De bouwploeg was de hele dag bezig om alles klaar te zetten. In de avond werd nog eventjes uitgerust. Immers de volgende dag zou zeer zwaar worden. Om 8:00 uur werd verder gebouwd. Nog 10 hindernissen moesten afgemaakt worden, omdat deze te gevaarlijk zijn om overnacht te laten staan. Om 11:30 was dan de briefing. Hier werd iedereen van de 100 vrijwilligers aan hun traject toegewezen. Verder werd hen een kaart, een vest en een warmtedeken meegegeven voor eventuele ongevallen. Om 1:00 was het dan zover. De eerste groep van 8 ging van start. Meteen na de start was ook al de eerste hindernis. Daarna was het lopen door het dorp. Voordat ze op de Brink Baru, een veld in het midden van een Bovensmulde, belanden, werden de deelnemers nog even door een spookhuis gejaagd die bewoond werd door de Beetlejuice. Hallo SBSS, ik ben er ook, Beetlejuice, aangenaam kennis te maken. We zijn hier bij de helm van Bovensmulde. Bovensmulde, een gat ergens in de rente, ik weet nog niet waar het ligt. Ze hebben hier een klein spookhuis gebouwd. Superleuk, stelt eigenlijk niks voor, maar dat geeft niet, ik ga je zo zien. Daar mogen jullie doorheen lopen, niet schrikken. En er heel uitkomen natuurlijk, hè. Dag. Op de Brink moeten de deelnemers onder andere door een auto klimmen en door 2 containers gevuld met modder klauteren. Verder mochten de toeschouwers ook meedoen bij de dorpshindernis. Op het land moesten ze touw zwaaien van de ene naar de andere kant van de sloot. Daarna hadden ze 1 keuze, de korte route of de lange route. Nadat ze op het land heen en weer hadden gerend met houtblokken, moesten ze op de steile wand touw klimmen. Hierna moesten ze naar de staplesse hindernis rennen en met behulp van handen en voeten van de ene naar de andere kant van de sloot klimmen. Later kwamen ze uit bij een hindernis waarbij je onder een overdak moest kruipen en daarna over paardenhindernissen moest springen. Na eerst een slokje te hebben gedronken en een banaan te hebben gegeten, mochten de deelnemers weer verder. Na nog een aantal hindernissen te hebben getrotseerd, mochten ze ook nog even schoon worden in de schuimhindernis. Meteen daarna konden ze weer kiezen welke weg ze namen, de korte of de lange. Beide routes kwamen uit bij de ijsbaan. Daar moesten ze nog even kanoën en door ondiep water te waden. En dan kon er afgebeld worden bij de finish. 'S Avonds was er nog de prijsuitreiking. De gouden boxershort werd gewonnen door hashtag sluiproute.